ik hoop dat je het past, want het is wel een beetje een klein shirt. Maar het is het shirt waar ik voor het eerst een toernooi heb gespeeld, zeg maar. I'm dreaming. Blue, blue, blue. My heart belongs to you. It's big... Hey, hallo en tof dat je kijkt naar Waanzin. Vandaag een nieuwe droom en we zijn op een hockeyveld. We hebben namelijk een droom met hockey international Maria Verschoor. En die speelt in het Nederlands damesteam. En ze heeft ook de Olympische Zomerspelen gedaan waar ze zilver heeft gehaald. De droom is vandaag met Lois. En wie dat is, ze stelt zichzelf aan je voor. Hoi, ik ben Lois en ik ben 12 jaar oud. En mijn droom is om Maria Verschoor te ontmoeten. Jij bent natuurlijk een enorme fan van Maria Verschoor. Wat vind je nou zo leuk aan? Nou, dat ze ook aanpassen is net als ik. Dus het is echt jouw grote voorbeeld? Ja. En we gaan het stadion in en daar zit ze te wachten op jou. Dus laten we er gaan ontmoeten, toch? Ja. Ja, ik ben Jelle. Ja, dit is Lois. Ja, wat leuk. En die is heel groot fan van jou. Ja, wat goed. Ja, we hebben allemaal vragen aan jou. Ja. Maar we willen ook heel graag met je hockeyen. Dan ga ik even mijn hockeystuk uit de kleedkamer pakken. En als je het leuk vindt, kun je mee. Dan kun je de dames één kleedkamer doen. Ja? Ja? Dus dit is mijn plekje. En het is een aardig rotzooi. Dus hier gebeurt het allemaal. Hier gebeurt het allemaal, ja. En dit is jullie mascotte? Nee, dit is de Kaboutercup. En elke dinsdag spelen we eigenlijk om de kabouter. Dus dat is een onderlinge competitie? Ja, ja, het gaat altijd heel fanatiek aan toe. Dus het gaat maar om de kabouter, maar we zijn allemaal echt fanatiek, ja. En hoeveel heb jij er nou? En nu zit er 4 in. Dus ik heb er wel... wel aardig wat. Ik heb meestal gewoon eentje waarmee ik speel en dan 2 reserves. Ja, Lois, we zijn hier op het veld met Maria, dus we zijn helemaal klaar om even wat te gaan oefenen. Wat zou je heel graag willen leren? Een handige passeerbeweging om een tegenstander voorbij te spelen. Ja, ik heb wel een paar leuke bewegingen voor je, dus daar kunnen we wel even mee aan de slag gaan. Laten we dat even oefenen. Ja? Ik ben benieuwd, ik ga kijken, want ik heb er niet zo heel veel verstand van. Dus ik ga lekker voor jullie genieten. De race kan uit, dan trek je breed terug. En dan probeer je hem omhoog te lichten. Ja, goed zo. En onderbal? Ja, heel goed. Zo, je bent een natuurtalent. Oké, nog een keer. En nu probeer ietsje sneller. Hoe je het gaan? Ja, het gaat goed. Ja? Ze doet het echt heel goed. Ze leert heel snel, dus je pikt echt snel op, hè? Ja, hoe vind jij het gaan, Lois? Ja, het gaat wel beter. Vind je het leuk? Ja. Ja? Legt ze het goed uit? Ja. Dat is mooi. Goed, hè? En je hebt ook nog wat brandende vragen voor Maria, toch? Ja. Zullen we die anders even in de dugout stellen? Kunnen jullie even uitrusten van het harde trainen? Helemaal buiten adem. En dan gaan we even zitten. Helemaal goed. Ja, hoe vind je het tot nu toe, Lois? Want jouw droom is al half vervuld. Je hebt al even mogen trainen met Maria. Hoe vind je het? Heel leuk. Ja? Want jouw tweede deel van de droom is dat je ook nog een paar vragen voor haar hebt, toch? Ja. Wat wil je heel graag van Maria weten? Vaak ze traint per week. Als we trainen met Amsterdam en het Nederlands team, dan trainen we wel 9 keer in de week. Ja. Dan train je eigenlijk maandag en dinsdag met Nederlands elftal. En dan dinsdagavond weer met Amsterdam. En dan woensdagochtend weer met Nederlands elftal. En dan donderdag 2 keer met Amsterdam. En dan vrijdag ook nog 1 keertje met Nederlands elftal. En dan in de avond met Amsterdam. Ja, Maria, jij hebt natuurlijk prachtig haar. Hoe doe je dat tijdens een wedstrijd? Tijdens een wedstrijd doe ik het gewoon vast in de staart allemaal. Dus ik kan het gewoon allemaal naar achter en dan kan ik gewoon de bal zien en scoren. Ja. Kunt u van hockey uw beroep maken? Ja, dat is het eigenlijk nu wel. Alleen... het is niet zo dat je ervan kan leven later, dus ik probeer ook nog te studeren ernaast. Okay. Dus, maar ja, nu als je zoveel traint, dan is het wel moeilijk om af en toe je studie ernaast te doen, dus dat duurt wel allemaal wat langer. Maar het is wel, ik zie het wel echt als mijn beroep, ja.
Ja, Maria, wij maken natuurlijk de dromen waar van kandidaten, meestal tussen de 10 en 15. Ja. Waar droomde jij vroeger van? Zoals ik eigenlijk net ook al vertelde, droomde ik vroeger al om in de Nederlands elftal te komen. En wilde ik gewoon de beste hockeyster van de wereld worden. En eigenlijk dus de Olympische Spelen spelen. En ik denk altijd maar, als je gewoon hard genoeg blijft dromen en ervoor blijft gaan en plezier in hebt, dan komt het vanzelf. Ja. Wat zijn nu nog jouw dromen? Wil je nog bepaalde dingen bereiken met het Nederlands elftal of met je club? Ja, nu wil ik heel graag met Amsterdam landskampioen worden natuurlijk. Dat is altijd wel echt belangrijk en superleuk om die wedstrijden dus te spelen. En met Nederlands elftal wil ik heel graag Europees kampioen worden hier in dit stadion. Ja. En uiteindelijk nog Olympisch goud. Ja, want je hebt al Olympisch zilver, toch? Ja, dus ik wil echt nog voor die gouden plak, ja. Heb je wel eens een ernstige blessure gekregen? Nee, niet heel ernstig. Ik ben door mijn enkels gegaan. Ik heb zwakke enkels, dus nu draag ik ook braces. Okay. Dus daar heb ik geen last meer van. En verder, ja, wel eens ballen op je lichaam of op mijn oog. Maar niet hele ernstige dingen, nee. Het is best een pittige sport namelijk. Ja, ballen gaan heel hard. De steek en de ballen, ja. Ja. Dus, nou, dan ben ik heel blij dat je de droom van Lois wilde verwezenlijken. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vond het leuk dat ik hier was en dat ik hier wat dingen heb kunnen leren. Ja. Nou, ik heb dus nog wat voor je meegenomen. Ik hoop dat je het past, want het is wel een beetje een klein shirt. Maar het is het shirt waar ik voor het eerst een toernooi heb gespeeld, zeg maar. En mijn naam staat op nummer 27, dat ben ik nu niet meer. Maar als je er net bij komt, dan krijg je altijd hoog. Dan nog omdat alle nummers bezet zijn. Dus die is voor jou. Dankjewel. En je hoeft geen u te zeggen trouwens. Dat is super gaaf. Ja. Dus dat shirt, dat is je eerste shirt geweest toen je international werd? Ja. Ja. Wat bijzonder. Ja, dat is mijn eerste shirt. Vind je dat niet zonde om hem weg te geven? Nee, ik heb er twee. Dus Okay. Nu heb ik er nog eentje thuis. Gek, dat is wel heel bijzonder, hè Lois? Ja. Super gaaf. Dat was in Zuid-Afrika, mijn eerste trainingstijl. Het toernooi. Helemaal gek. Ja. Dankjewel. Kijkers thuis, mocht jij nou een droom hebben, stuur die dan gewoon in naar waanzin@hotmail.com. En wie weet zit jij, net als Lois, naast je idool. En dat kan zomaar gebeuren, dus stuur je droom in naar waanzin@hotmail.com. En wie weet, tot de volgende keer. Doei doei! Zwaai ook even mee. Doei! Doeg!